Welkom bij deze videotip van de week. We duiken meteen in InDesign vandaag, maar we gaan starten vanaf een webpagina. Dit is het doel. Ik wil een blog posten in dit geval, maar dat kan gelijk welke webpagina zijn. Ik wil die kunnen in een InDesign opmaak omzetten. Om gelijke welke redenen, dat kan altijd wel eens voorvallen. Nu, ik heb dit gekopieerd, maar in plaats van het gewoon te gaan plakken, dat is niet zo'n goed idee. Dan heb ik een heleboel platte tekst. Ik kan een klein tussensprongetje maken. Dat doe ik even weg. En ik ga even een Google Doc openen. Dit kan ook in Microsoft Word. Ik toon het even op die manier, omdat ook niet iedereen Word zal hebben. Dus ik ga hier mijn tekst even plakken. En dit is al een zeer belangrijk voordeel. De tekst blijft gestructureerd. Namelijk de H1-tekst. De heading 1-tekst. Die gaan ook gekoppeld worden naar een kop 1. We hebben dan de normale tekst. Enzovoort. Kop 3. En dat soort structuur zal bewaard blijven. Ik ga dit gewoon even vlug opslaan. Ik heb wel nog altijd een Word-file nodig, maar ik kan dus zo'n Google Doc downloaden als Word. En ik ga die daar al even gaan plaatsen. We gaan dit zo dadelijk ook testen met een tweede blogpost. Dus ik ga net hetzelfde even doen hiervoor. Even geduld. Zo, perfect. In InDesign gekomen. Ik heb daar al een tekstkader klaarstaan. Dat is een primary text frame. Mocht je daar meer over willen weten, dat zal eens volgen in een andere video. We gaan die tekst daar mooi in plaatsen. Zorg dat de tekstcursor klaar staat. Dus we gaan zeker niet copy-pasten terug. We gaan file place doen. Dat is de beste manier om dit te bereiken. En ik kies mijn Word-document uit. Zo, even op OK drukken. Het eerste dat je zal zien is dat dat misschien soms een beetje raar zal ogen. Dat is ook meteen waarom ik alles even ga selecteren. Ik ga even mijn stylesvensters ook nodig hebben. Paragraph styles. Ik zet dat er mooi even naast. En ik ga de style override highlighter aanzetten. Dat is dit icoontje hier. En ik ga ook de view juist moeten zetten op normal view. En dan zien we die highlights hier. Die zien we dus uiteraard niet in de preview mode. Maar dat duidt dus aan waar de stijlen geoverrijd zijn. Maar ik heb nog geen stijlen aangemaakt. Dat is exact wat er hier gebeurd is. De stijlen vanuit het Word-document of Google Doc-document, die blijven bewaard of die worden mee geïmporteerd. Je gaat zien dat daar een geïmporteerd icoontje bij staat. Maar maak nu niet de fout om die te gaan wegsmijten. We gaan die daarentegen bewerken. Daar zitten alle eigenschappen in die je kan gebruiken voor een InDesign document. Maar eerst ga ik even die overrides wegsmijten, want die gaan een beetje tegenstrippelen. Dus select all en even clear overrides doen. En nu komt het eraan op aan om de instellingen even te gaan bewerken. Dus tijd voor een timelapse. Zo, ik was even een 5 tot 10 minuutjes bezig om een beetje de styling aan te passen. Dus ik herhaal, ik heb geen stijlen weggesmeten. Die zijn mee geïmporteerd vanuit het Word-bestand. Maar ik ga gewoon die instellingen daarbinnen gaan bewerken. De paragraph style options volledig gaan benutten om tot de opmaak te komen. Als wat je hier ziet is volledig
met de instellingen bereikt, zoals de spaces before en after, de bullets enzovoort. Het opkuiswerk zal er altijd wel wat zijn na zo'n import. Misschien wat nutteloze spaties gaan verwijderen of lege regels. En wat je vaak ook gaat moeten doen, is nog extra stijlen gaan toepassen, want niet alles zal al perfect gestyled zijn in het Word-bestand. Dus dat ga je zelf even moeten doen. Ik heb hier zelf een datum en een bullet list moeten maken. Nu, het proces gaat pas echt snel als we dit ook gaan hergebruiken. Want ik heb, remember, een tweede blogpost ook gedownload. Dus stel dat ik dit een tweede keer ga doen, file place voor mijn nieuw bestand, dan heb ik eigenlijk het merendeel van het werk al gedaan. Opnieuw hier, dan zal ik eerst even moeten alles selecteren en clear overrides doen. Dat is nu eenmaal een beetje na een Word import het geval. Maar we gaan zien dat die stijlen nog altijd gekoppeld zijn. En degene die ik al heb ingesteld, moet ik ook niet opnieuw doen. Die gaan zich netjes gedragen volgens de regels die ik heb opgesteld. Ik heb hier een heading 2, die is nieuw, dus die zal ik dan wel nog eens moeten stylen. Maar een volgende keer is die dan ook meteen gezet voor hergebruik. Hier heb ik dan die datum die ik nog even moet stylen. En als je je afvraagt, zijn mijn afbeeldingen oké? In vele gevallen zal je ook wel even de afbeeldingen zelf in hogere kwaliteit moeten gaan zoeken. Maar je moet je in eerste instantie de vraag stellen, hoe groot wil ik die plaatsen? Daarvoor kan je best even het linksvenster erbij nemen. Omdat in dat linksvenster zal je zien, als je de link info er even bijneemt, je moet die openkloppen. De effectieve PPI-waarde die je daar ziet, die is belangrijk. Die is afhankelijk van de schaling van je afbeelding. Dus als ik die zal verkleinen, zal je zien dat die zal vergroten. Dus stel dat ik echt de minimumwaarde wil, zal ik tussen 240 en 250 gaan. Dit zou dus eigenlijk wel al geschikt zijn voor de hoge kwaliteitsdruk. Maar de foto, de smartphone, staat een beetje klein, dus ik zou toch liever de originele foto willen. Mocht het toch zo zijn dat ik een afbeelding wil gebruiken rechtstreeks vanuit de Word-file, zal ik zeker niet doen hier, maar laat ons even die stelling aannemen. Dan gaan we die wel beter unembedden, want die is embedded. Dat is niet zo gezond voor een InDesign-file als dat veel afbeeldingen worden. Je kan het heel gemakkelijk. Je kan er rechts op klikken of je kan in het linksmenu gaan duiken en je kan een link unembedden. De vraag wordt hier gesteld, teruglinken naar de original file. Die heb ik niet, dus ik ga op nee klikken en dan kan ik een nieuwe locatie kiezen om die te gaan zetten. En dan is die daar eigenlijk meteen. Zo, dat was het in een notendop voor files op een vlottere manier van HTML naar Word te brengen. Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd.